hebben gedoucht. En heb ik de jongens klaargemaakt. Vervolgens heb ik ze naar mijn moeder toegebracht. Ik moet het een en ander afronden voor school. Dus ik heb echt eventjes volledige focus nodig. Dus daar ga ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. Dus ik heb ze zojuist naar mijn moeder toegebracht. En nu ben ik weer thuis. Ik ga even een smoothie voor mezelf maken. En als ik dat gedaan heb, ga ik in de tussentijd eventjes stofzuigen, dweilen. En daarna ga ik aan school zitten. Dus dat is mijn planning voor nu. En wat ik vandaag ook echt moet doen is dit, jongen. Dit kan gewoon niet. Kijk. Dit kan natuurlijk niet. Dus dit ga ik even uitzoeken. Zodat het ook opgeruimd is. Maar kijk even. Mijn vloer. Zee. Dit is gewoon echt. Je blijft maar schoonmaken in dit huis. Komt gewoon geen einde aan. Dus jongens. Ik heb genoeg te doen. Ik moet straks ook wat kleine boodschapjes halen. In de middag zo wil ik ook naar mijn moeder toe. Om even met de jongens naar buiten te gaan. Want het is echt super mooi weer. Dus ik ga nu gauw beginnen met opruimen. Zodat ik hopelijk tegen 3 uur klaar ben met alles. Ik heb zo net dat hoekje opgeruimd en ik zag dat er nog een pakketje tussen zat. Van de Stradivarius met broeken en slipper waar ik nog niet eens naar gekeken heb. En ik trek nu die kleren aan en het past me gewoon niet. Ik weet ook niet wat ik dacht met mijn maat 38. Althans, het gaat wel aan, maar het is mijn maat niet. Kijk. Maar ik vind die broek zo mooi, guys. Wacht even, waar ga ik jullie neerzetten? Kijk, dus is deze broek. Zit zo geweldig. Ik vind hem echt mooi. Maar kijk. Hij is gewoon veel te klein. Gewoon veel te klein. Maar ja, weet je. Ik wurm mezelf gewoon in die 38. Ga ik gewoon even doen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Oh, mijn gunst. Ik kan niet ademen. Maar kijk nou even hoe leuk deze broek is. Een prachtige bil erin. Wauw. Maar nee. Momenteel gaat maat 40 veel beter zitten. Maar dan zit ik weer te denken van, ik wil toch afvallen. Ik wil toch 5 kilo kwijt. Dan waarom hou ik deze broek niet gewoon? Ga ik gewoon mijn best doen om weer in deze broek te passen. Want in principe, al mijn broeken boven zijn in maat 38. Kijk, die 36 broek heb ik allemaal weggedaan. Want dat hoef ik ook niet meer. Maar hoe geweldig zou het zijn als ik gewoon weer in mijn kleren zou passen. Als ik gewoon eventjes 2-3 maanden bikkel. Dus ik twijfel nu om deze terug te sturen. Maar aan de andere kant vind ik deze broek zo leuk. En me ook gewoon in een 40 wil hebben. Dus ik denk dat ik deze broeken gewoon ga houden. En me in een 40 ga bestellen. Dat ik alsnog 3 maanden kan genieten van mijn maatje 40. En daarna heb ik alsnog mijn maat 38. Ja, dat ga ik doen. Ik ga deze niet terugsturen. Ik vind het gewoon echt heel leuk. En dan heb ik hem dus ook in het zwart. En ik heb ook
Havaianas besteld. In rosé gold. Kijken of het nog past. Oh. Past mij dit? Of is het... Is het te groot? Volgens mij is het te groot. Is het te groot? Ik weet het niet. Lopen wel echt lekker, man. Maar kijken jullie even hoe strak die broek zit? Nee, man. Dit kan gewoon niet. Nou jongens, ik ben klaar met leren. Ik heb weer 2 hoofdstukken kunnen doornemen. Ik denk dat ik vanavond verder ga. Mijn zus vertelde dat ze richting mijn moeder gaat. Dus ik ga nu gauw wat boodschapjes halen. Ook voor het avondeten. Mijn moeder heeft roti gemaakt. Maar ik ga... Vandaag staat er op mijn menu salm met rosti en spinazie. Dus dat ga ik gewoon aan mijn moeder meenemen. Dus dat. Maar ik moet nog alleen die rosti kopen. En nog wat andere dingetjes. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik richting mijn moeder. Nou, ik hou even pauze met Cyrano. En hij is lekker naar Susie's bakker gegaan. Of hoe het ook heet. En ik heb niks genomen. En ik heb echt spijt. Maar ja, ik wil op dieet gaan, toch? Oh ja, wat doen we hier? Tassen pakken. Oh, we gaan in de auto? Oké. Okay. Cyrano gaat nu lekker verder eten. Heerlijk. En ik ga even de auto openmaken. Boodschappen halen. Bij de Dirk. Nee, ik ga maar 1 tas meenemen, want anders ga ik vullen. Ik heb niet zoveel halen. Nee, ik heb niet zoveel nodig eigenlijk. Oké, okay, guys. Let's do some groceries. Jongens, inmiddels ben ik weer thuis en heb ik wat boodschapjes gehaald. Even kijken, dit is schap nummer 1. Heb ik bij de Dirk gehaald. Chipjes voor Noah gehaald. Gaat zo meteen gelijk mee naar mijn moeder. Ik heb dit gehaald van Kwekkenboom. Voor in de airfryer. Dat is zo lekker. Gaat ook mee naar mijn moeder. Oh. Ik heb kaas gehaald, kwark gehaald, stracciatella en vanille smaak. Mezen heb ik allemaal fruithapjes gehaald. Ik heb sap gehaald, want het weekend is om de hoek. En natuurlijk, de jongens drinken natuurlijk ook gewoon sap. Heb ik mijn favoriete sap gehaald. Ik ga ook eentje naar mijn moeder meenemen. En ik heb ook deze gehaald. Om te proberen. Ook hier ga ik eentje van mijn moeder brengen. En ik heb blikjes appelsap gehaald. En iced tea. Dat is zak nummer 1. Die is bij de Albert Heijn gehaald. Maar die Albert Heijn bij mij heeft dus niet alles. Want het is best wel een kleine Albert Heijn. Want ik moest dus rosti kopen. Maar dat hadden ze dus niet. Dus heb ik dit gehaald. Dit was in mijn persoonlijke bonus. Die maiswafels. Daar ga ik echt super goed op. Als ik naar het werk ga. Ik heb hem ook in paprika smaak gehaald. Die is ook echt. Deze smaak is ook echt heel goed. Ik heb Philadelphia gehaald. Knoflook en bieslook. En als lunch heb ik even dit gehaald voor nu. Want ik ga zo naar mijn moeder toe. Ik dacht, ga ik nu naar mijn moeder toe? Of ga ik eerst eten en dan naar mijn moeder? Ik dacht van, laat me eerst even goed eten. Anders gaat het gewoon helemaal left gaan met al het lekkers dat daar is. Dus heb ik ravioli, glutenvrije pasta, ricotta en spinazie gehaald. En een pesto sausje waar basilicum, kaas en pijnboompitten in zitten. Dus ga ik dit gewoon lekker samen maken. Ik heb nog ook spinazie in de koelkast en gerookte zalm. Dus ga ik gewoon een soort van pastatje nu maken. En ja, that's it. En ik zag deze Twister fries.
Die ga ik ook. Dit is dan ook voor de airfryer bedoeld. Maar ga ik deze gewoon meenemen voor bij mijn moeder. Last but not least heb ik ook een dingetje bij de kruidvat gehaald. Oh, wacht. Deze dingetjes heb ik voor mijn moeder gekregen. Die waren toevallig in haar persoonlijke bonus. Dus had ze dit voor mij meegenomen. Echt super lief. Een toiletreiniger. Desinfectiereiniger. Ik heb deze al gebruikt en deze is echt heel prettig. Vooral als je zeg maar kip hebt schoongemaakt op het aanrecht. Dan kan je echt met zo'n desinfectiereiniger nasprayen. Ook voor je gootsteen. Echt een fijn product om te hebben in huis. En ja, vetweg. Deze gebruik ik ook altijd. Voor de tegels als ik gekookt heb. Deze is heel fijn. Maar Dusty werkt ook heel goed. En is volgens mij een paar euro goedkoper dan dit. Maar ja, ik vind deze ook heel fijn werken. So thank you mama. Bij de kruidvat heb ik ook zo een promo pack gehaald. Cappuccino. Twee van die pakken. Twee van die dozen was maar 15 euro. Voor Mason heb ik dit gehaald. Hij vindt deze zo lekker. Pyjama papje voor hem gehaald. Babyolie. Ze hadden vandaag 1 plus 1 gratis op alle Switzerland items. Dus heb ik dat gehaald. En ik heb ook die massageolie gehaald. En ik kreeg nog 2 van deze erbij. Van deze toilettasjes. Maar ik ga er eentje ook aan mijn moeder geven. Want ik heb er niet 2 nodig. Oké, nou dat waren mijn boodschappen. Ik ga nu alles opruimen. En daarna ga ik lunch voor mezelf maken. En daarna ga ik door naar mijn moeder. Want mijn zus is er nu ook al een tijdje. Volgens mij zit ze echt op me te wachten. Saus zit trouwens een soort van kaas. Ik zag dus van die kaaslierte. Dus ik hoef dus geen kaas toe te voegen. Wacht even. Laat me eventjes een goede ravioli proeven hoor. Het is niet verkeerd. Het is niet mega lekker of zo. Ik hoef dit niet als avondeten te eten. Ik heb ook wel echt honger op dit moment. Die grote salm is echt lekker erdoor. Het is als pijnboompitjes. En die saus is goeie man. Die pesto saus is echt goed. Met kaas zitten allemaal pijnboompitten in. Heerlijk. Nou jongens, ik heb net redelijk lekker gegeten. Ik denk niet dat ik die ravioli nog een keer ga halen. Want ik weet niet, ik vond het niet zo lekker eigenlijk. Een kwart van de portie was echt lekker. Maar daarna, ik weet niet, was niet zo lekker. Dus ja, ik kan niet wachten om avond te eten. Want ik heb dat van net niet helemaal opgegeten. Ik ga nu richting mijn moeder. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik heel veel zo langs de Albert Heijn. Want ik moet nog wat spulletjes halen voor het avondeten. Dus dat ga ik eerst halen en ik moet weer naar binnen, want ik zie dat mijn batterij van mijn camera leeg is. Ah, ik wil weg. Jeetje. Waar gaan we naartoe, schatten? Jordaan! Yay! Goed zo! Wat doe je nou? Thank you.
gaat dit wel echt. Het gaat niet goed. Nou jongens, inmiddels ben ik weer thuis. En heeft mijn moeder lekker eten voor me klaargemaakt. Echt super lief. En tussen de tijd dat wij... Ik ga even mijn handen wassen. Dat wij naar de speeltuin gingen, had mijn moeder snel. Ze had het echt super snel gemaakt. Echt in denk een half uur of zo. Had ze de zalm voor mij in de oven gedaan. Rosties in de airfryer. En ja, spinazie, dat is natuurlijk ook heel snel gemaakt. En nu ga ik lekker eten. Die andere gingen lekker roti eten. Dus ik dacht, laat me gewoon thuis eten. Want ik wil die geur gewoon niet ruiken. Spinazie. En dit zijn dus die rosties waar ik het over heb. Ik heb gevraagd voor naturel. En een mega zalm. Ga ik gewoon de helft eten. En de andere helft eet ik morgen als ik naar het werk ga. So, thank you mother. Nou, smakelijk eten. Nou jongens, we zijn inmiddels 4 uur verder. Wauw. Nadat ik gegeten had, ging ik douchen. Want ik was naar buiten gegaan en het was echt heet. Dus ik dacht, laat me even gaan douchen. Dan heb ik dat al gedaan voor vanavond. Top aangedaan en mijn short. En ik ben toen op bed gaan liggen. Zat ik even in mijn telefoon. En toen ben ik gewoon, weggevallen. Ik ben gewoon weggevallen. En ik heb letterlijk 3 uur lang geslapen. Nu ik kijk naar buiten, ik zie het is licht. Dus ik dacht, oh dan, ik ben misschien 20 minuutjes slaap gevallen. Ik kijk naar mijn telefoon en ik zie dat we gewoon 3 uur verder zijn. Nee, dat is echt heftig. Ik werd trouwens wakker door de postbode. Daardoor werd ik wakker, anders had ik gewoon doorgeslapen. En nu ik ga naar beneden, zag ik dat Cyrano in de tussentijd ook thuis was gekomen. Dus ik zei al van, yo, waarom heb je me niet wakker gemaakt? Hij zei nog van, ik zat echt te twijfelen om het te doen. Hij zag dat mijn vlog al helemaal klaar was. En ik had een to-do-lijstje beneden. En hij zag dat ik eigenlijk alles afgevinkt had. En nog het laatste hoofdstukje doornemen. Maar dat stukje had ik alleen niet gevinkt. Maar hij dacht van, ja, voor dat ga ik je niet wakker maken. Ik zat keihard te snurken ook. Dus hij dacht, ai, deze heeft het echt nodig. En ergens ben ik ook wel blij, want ik had het gewoon echt nodig. Maar goed, ik ga nu eventjes mijn pakketje uitpakken. Want volgens mij is het echt iets dat ik nodig heb. Dus ik hoop echt dat het erin zit. Oké, guys, ik ga opstaan. Oh. Nou, ik ben nu in de badkamer. En ik ga het pakketje even openmaken. Het is geen groot pakketje, maar het zijn volgens mij dingen die allemaal in de badkamer moeten. Dus ik heb het even mee naar boven genomen. Miso Air water zit erin. Bij bol.com hadden ze een soort van actie op huidverzorging en op make-up en al dat soort dingen. Dus heb ik gewoon mijn Miso Air water gehaald, die ik standaard altijd haal. Maar nu zie ik dus dat ik eigenlijk altijd Miso Air water voor de droge huid koop. Terwijl ik helemaal geen droge huid heb. Maar ja, het werkt gewoon heel fijn. Maar toen dacht ik van, laat me even deze kopen voor de gemengde en gevoelige huid. Dus die groene heb ik dus nu ook gehaald. Want volgens mij is dit wat ik nodig heb. Mijn Cyrano gebruikt het ook. En hij heeft wel heel vaak van die schilfertjes bij zijn wenkbrauwen. Dus deze blijf ik gewoon halen. Ik vind hem zelf ook gewoon fijn. En voor de... Oh nee, waarom is het open? Allebei zijn gewoon open. Hoe dan? Oké. Okay. En ik heb 2 van deze gehaald. Ook Miso Air water voor de kids. Die was ook in de aanbieding. En het ding is, ik kocht dit vroeger altijd bij de Ethos of bij de Krijtvat. Maar het is uit het assortiment gehaald, die Zwitserland Naturals lijn volgens mij. Want ik kan dit nergens meer vinden in de winkel. Dus heb ik best wel prijzig betaald bij bol.com. Maar dit was echt één van mijn must-have items voor in de zomer. Ik heb ooit een baby must-have video gemaakt en deze zat er echt bij. Omdat dit... zo fijn is. Dit is gewoon Miso Air water. Dit heb ik gewoon elke zomer in de luiertas. Wat ik dan bijvoorbeeld deed als ik zag dat Genoa aan het zweten was. Stel dat we in de auto zaten. Hij zat in de Maxi Cozy. We waren bij de bestemming aangekomen en hij was helemaal aan het zweten. Wat ik dan deed, dan
deed ik nieuwe kleertjes aan. Dan ging ik hem helemaal met dit nat maken. Met een droge hydrofiele doek ging ik hem dan afdrogen. Daarna was hij weer helemaal fris. Dus ik heb daar dus 2 van gehaald. Dus hier ben ik echt heel blij mee dat ik het nog wel kon vinden. Maar goed guys, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik ga nu naar beneden. Ik ga alsnog eventjes studeren. En daarna ga ik, daarna ga ik naar mijn kribben toe. Maar dat ga ik niet, want ik ben echt helemaal uitgerust. Daarna gaan we, denk ik, Netflix serie kijken. Want er is weer een nieuw seizoen van Who Killed Sarah. Dus dat gaan we kijken. Ja, superleuk. Dus lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vond je de video leuk? Vergeet geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik je gewoon te zien bij de volgende video. Doeg!